Het begint een plaag te worden, jonge artiesten in ons land die na een drukke periode op zoek gaan naar zichzelf in een heel duur resort in het buitenland en dan terugkomen met het idee dat ze een soort muzikale goden zijn. André Hazes Jr. zag zichzelf op die manier al volledig crashen en momenteel is Maan de steenwinkel aan de beurt. Maan wil geen vrolijke hits meer maken, maar stort opeens allerlei zwartgallige muziek over ons uit. Het resultaat? Ze heeft al twee concerten in Vlaanderen moeten afzeggen. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, wordt doorverwezen naar het concert in Antwerpen, want dat zit kennelijk dus ook nog totaal niet vol. Wat een drama, al dus Telegraaf verslaggever Jordi versteegde. Dat niet iedere comeback werkt, dat bewijst Maan op dit moment, want in België heeft zij twee shows afgelast. Wat is daar aan de hand? zegt hij in de podcast Strikt Privé. Privébaas Evert Santegoets heeft daar geen direct antwoord op. Ja, het is toch dood en doodzonde als je ziet hoe zij uit de startblokken kwam en wat een fantastische carrière ze in een paar weken heeft neergezet door haar deelname aan t voice en dan weet je dat niet te bestendigen. Dat is wel heel erg jammer, want het publiek droeg haar op handen. Ze had een enorme fanshare en prachtige nummers gemaakt en dan gaat ze opeens naar een genre waar niemand op zit te wachten. Ja, dat is wel pijnlijk dat het zo wordt afgestraft dat je concerten in België moet cancelen omdat het niet meer werkt. Jordi vindt het wel begrijpelijk dat die fans er klaar mee zijn. Nee, de mensen zitten niet te wachten op die duistere muziek, maar dan gaat ze ook een interview geven aan de Volkskrant. Al een tijdje weigert Maan om met showmedia als RTL Boulevard en Show News te praten, omdat ze dat allemaal niet artistiek genoeg meer vindt. Ja, ik bedoel, ik heb niks tegen de Volkskrant, maar zit haar publiek daar wel? Vraag ik me dan af. Wat doet Maan in de Volkskrant? Zit haar publiek daar misschien wel? Evert, nee, dat denk ik niet, maar ze komt uit een vrij elitaire omgeving in Bergen en dan denkt zij dat ze er goed aan doet om dat allemaal uit te gaan leggen in de Volkskrant, terwijl je dat natuurlijk gewoon bij Show Pagina Privé en elders moet doen. Dat is jammer dat het management dat niet inziet en haar eigen ster zo laat vervreemden van haar eigen publiek, al dus Evert. Jordi daarop, doodzonde inderdaad.